vandaag heb ik een nieuwe aflevering Puntje Puntje voor Suckers voor jullie. En vandaag is het onderwerp... Modellenwerk voor suckers. En dit is mijn nicht Sharon. En Sharon is een plus-size model. Tip! Maar de tip is, je moet weten hoe het zit. Stom kraakt. Ja. Nek zo lang mogelijk. Kin naar voren en dan een beetje naar beneden. Verschil als ik het niet doe. En dat is met je tong in je gehemel te duwen. En nu wel. Oh shit. Kin ga je naar voren. Ja. Prachtig. Wat? Ja. Oeh. Trucje, weet je of het jou lukt? Je moet helemaal naar achter. Kan je dit? Als je een beetje achter in je keel wilt krabben met je tong. Ja. Ja. Nou, ja. Ja. Toen was het klaar. Dus eigenlijk je lippen ontspannen en een beetje uitblazen. Dat geeft wel een mooi effect. Het is een beetje duckface, maar toch niet. Een beetje open. Ik vind het heel onnatuurlijk. Ja, ontspannen in de bovenlip. Ik zie ook absoluut niet wat ik zelf aan het doen ben. Bovenlip ook een beetje. Ja, dat is wel mooi. Hey, practice makes perfect, hè? Maar als het erbij gaat blazen. Je moet zoveel focussen, want als je die, wat was de korte? Fishcake wil doen en dan bijvoorbeeld je dit wil intrekken. Ja, precies. En dan goed kijken en een goede... Oké, de T-Rex. Gewoon een hand. Deze. Onder. Ja. Hij is mooi. Je hebt hele mooie foto's al. Juist! Juist! En wat is hier de truc? De truc is, het liefst wil je smijzen terwijl je echt van binnenuit lacht. En je ogen die moeten natuurlijk lachen. Als je dat niet doet en je lacht en je kijkt gewoon, dan kijk je best wel dood. Je kan natuurlijk smijzen met alleen je ogen, hè? Ja, hè? Ja, heel erg. Echt dood in je ogen en dan alleen met je ogen lachen. Ja, dat is moeilijk. Is dat er een goede bij, denk je? Nee. Dus je gewoon heel goed dit in je zij hebt in je handen zo. Ja, houding. Wat je niet moet hebben is dit. Ja, heel plomp. Je moet wel dit. Oh, no! Zou ik hem anders ook meteen in deze setting proberen? De loopjes ga jij nu doen. Toch? Ja. Super! Even dat je let op je armen, schouders naar achter. Heel mooi. Oh, wat een mooi leg! Oké, dus... schouders naar achter. Zo, en wat moet je schouders recht houden? Of? Ik ga even kijken ook een hoeveel kan jij naar achter. Juist! En doe eens even gewoon zonder je handen in zij, want dat is beter, want meestal moet je niet... Oh. Ja, en dan ben je achter. Taille en achter. Zo. En dan als je loopt, dat je je handen een beetje... Dus een beetje... Oh my god, het is moeilijk! Dat je... Zie je dit een beetje zo? Een beetje... Ja. Ik ga schrijven. Help. Dan maar een beetje meer dit doen in het begin. En dan kan je het een beetje gaan downplayen. Dat je hem juist wat groter pakt. En dan kan je daarna wat meer. Want dan ga je meer voelen van I'm on the catwalk. Dat je meer het gevoel hebt dat je echt een show wilt. Moeilijk. Ja.
Maar dat is zo confronterend. Ja, dat is mooi. Zien jullie mijn mooie broek wel? Echt wel. Dan meer kan focussen. Je maakt dus een grote stap. Ja, maar een kleine stapje zodat je wat langer erover doet. Ja. Als ik loop en ik doe zo. Catwalk. Ja. Of ik doe zo. Helemaal naar achter. Sommige modellen lopen zo, hè? Catwalk, zo. Mm-hmm. Dus stop bizar ver. Ja. Ja, dat voelt heel apart. Ja, je hoeft niet je handen dus zoals klauwen nu. Nee, dat voelt heel apart. Dat voelt heel apart. En dat je gewoon rustige stapjes neemt. Ja. Stapjes. Dat je gewoon tijd neemt om mooi te lopen. Ik ging schrijven. La la la, lekker liedje. Are you worried about traveling to an English speak right from your keyboard? Polly's beginning. Best music on to walk. Is reclame. Ja, heel goed. Ja. Veel beter. Ziet er goed uit. Je craint. En ik denk als je... Oh, de pressure als je dit bij Holland's Next Topmodel moet leren in een dag of zo. Jongens, wij hopen dat jullie het een leuke video vonden en dat jullie het leerzaam vonden. Ik vond het leuk om met mijn nicht een keer dit te doen ook. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Alsjeblieft. Nee. Als je nog vragen hebt of ergens wat meer over wilt weten, schrijf het dan en doe het op de post. Vergeet niet te subscriben als je dat wilt. En laat ons ook weten als jullie nog een deel 2 willen hiervan, dat we iets dieper op één onderwerp ingaan. Ja. Want dan gaan we dat doen. En anders niet. En anders zeg maar niks. Bye.